Martin, we staan hier voor de truck die zo goed als klaar is voor de Dakar 2012 of 2011. Klopt dat? Ja, we zijn februari gelijk begonnen nadat we terugkwamen. En we hadden hem ook voor de vakantie weer gereed. En we zijn nu nog het laatste dingetje aan het doen om hem klaar te maken voor het testen in Marokko. Hij ziet er weer geweldig uit en lijkt heel erg op die van 2010. Maar ik zie toch wel een heel groot verschil, want ik zie een hele grote V hier nou staan. Dat betekent valvoline. Wat heb je met valvoline en hoe kom je daarbij? Nou, valvoline is Amerikaans smeermiddel, olieleverancier. Via mijn grossier, een sponsor uit Nederland, die importeur is in de Benelux. Zijn wij aan valvoline gekomen en gebruiken wij hun smeermiddelen en olie en daar zijn we zeer blij mee. Ja. Dat bevalt dus heel goed, de smeermiddelen van valvoline. Ja, ze zijn van koelvloeistof tot hydrauliekolie tot motorolie, het totale pakket wat wij nodig hebben in de Dakar, dat hebben hun en gebruiken wij. Vult dat nog aan op een onderdeel wat je in het verleden gemist hebt? Betekent toch iets extra voor jou voor de Dakar? Ja, kijk, het betekent altijd heel veel. Natuurlijk, elke vorm van sponsoring is welkom. We hadden op de zijkant van de truck al een A-merk wereldwijd staan, Mammoet. En daar staat nu Valvoline bij en ik denk dat die twee zeer goed bij elkaar passen. Het zijn twee spelers op de internationale markt. Dat klikt denk ik wel. En nou praten we over sponsoren. Wat betekenen sponsoren voor jullie als team zijnde? Nou, sponsoren betekenen natuurlijk alles in de Dakar. Het gaat om een groot budget. En wij hebben mensen die in ons geloven en die achter ons team staan en ons daardoor ondersteunen. En daar proberen wij alles voor terug te doen om hun naar het zin te maken. En toen jullie terugkwamen van de Dakar 2010, die helaas na de eerste dag al ten einde was voor jullie. Wat heeft het hele sponsorverhaal toen voor jou betekend? Nou, we hadden natuurlijk zelf eerst het een en ander te verwerken. Maar voordat we de draad oppakten, meldden de mensen van Mammoet en mijn grossier en Polskamp zich al. Dat we de truc gereed konden maken voor de volgende editie. En dat was natuurlijk een hele mooie frisse start. En uiteindelijk met de andere sponsors erbij, die ook vorig jaar achter ons stonden samen, hebben we de truc weer klaarstaan. Dat geeft dus heel duidelijk aan dat het sponsoren zijn die je trouw zijn, maar ook heel erg in jullie geloven. Ja, ze zijn ons al 3 jaar trouw en hebben ook uitgesproken dat ze in ons team geloven. Dus we gaan er alles aan doen om hen weer tevreden te stellen. Oké, en dan ga je dus de eerste zware test is vanaf 4 oktober, dan gaan jullie naar Marokko. Wat wil je daar bereiken? Wat wil je zien daar van de truck? Nou, we willen gewoon kijken of alles goed gerebuild is, of alles op zijn plek zit. We gaan duinen testen, we gaan een stukje parcours rijden van de oude Parijs-Dakar. En lekker in het ritme komen met de club in de cabine. En dat is een beetje hetgeen waar het om gaat. Dus ook voor een gedeelte een beetje teambuilding. Niet alleen het truck, maar ook het team lekker weer bij elkaar hebben. Ja, want uiteindelijk moet je in januari toch met z'n drieën fris in de cabine zitten. En volledig 3 weken met elkaar omgaan en om elkaar kunnen vertrouwen en bouwen. Oké, en dan 1 januari 2011 de start van de Dakar. Wat is je doel? Nou, het doel is en blijft altijd eerst maar eens de finish halen. Maar in ons geval is het grootste doel eerst maar eens de finish van etappe 1 te halen. Dan kunnen we het verleden afsluiten en gaan we kijken waar we thuis horen. Oké, dus dan wens ik jou heel veel succes samen met je sponsoren voor de Dakar 2011. Dankjewel.